We staan hier vandaag bij de oliebollenkraam van Lisa, bij Hornbach in Enschede. Waar wij winnaar zijn geworden van de oliebollenactie. Hans en Lisbeth Wild, twee leden van ons die hier naast me staan, die hebben dat gelezen in de Huis en Huiskrant. En die hebben heel snel gereageerd. En wij zijn als winnaar uit de bus gekomen. En wat gaan we straks doen? Wij gaan zo meteen naar Haaksbergen. En dan gaan we in verschillende zorgcentra's die oliebollen gratis uitdelen aan de bejaarden. En aan de mensen die daar dus in die thuizen wonen. Ik denk zo rond de 2000. En waarom doen we dit? Dat is misschien ook wel leuk om even te vertellen. Wij samelen door verschillende acties, promotieacties en inzamelacties, jaarlijks veel geld in. En dat schenken wij dan aan de wensambulance. En voor 3 weken terug ongeveer hadden wij een collecte. Actie in Haaksbergen hebben we gecollecteerd. En dan kwamen we ook bij de oudjes langs. En ja, dan hoor je hele leuke verhalen, zowel over de wensambulance. En wij hebben ook leuke verhalen over de wensambulance kunnen vertellen, ook over onze eigen stichting. En de oudjes hebben heel gul gegeven. Ja, en op het moment dat wij hier de winnaar werden van de oliebollenactie, toen dachten wij, ja, wat doen we dan met 3000 of met 2000 oliebollen? Nou ja, dat was niet zo heel moeilijk, hebben we direct gezegd, daar gaan we naar de oudjes toe brengen in Haaksbergen. Lege bakken. Ja.